Het 's Lands Hospitaal heeft voor dit jaar haar eerste drieling genoteerd. Het gaat om de meisjes Timaira, Shamaira en Jomaira. De trotse ouders zijn Michelle Kayame en Roche Arupa. De baby's zijn geboren op 14 februari, Valentijnsdag, zegt verpleegkundig directeur Suze Holband. We zijn op 14 februari geboren, op Valentijnsdag. Maar we laten de kinderen meestal tot rust komen, kijken hoe het gaat. Ouders moeten tot rust komen. Dus, maar we hebben ervan voor gekozen om vandaag die baby's te showen aan de buitenwereld. Ja. Valentijnsdag, dubbel plezier dus. Helemaal. En het zijn drie meidens. Mm-hmm. Hoeveel drillingen zijn er al gebaard in dit ziekenhuis voor dit jaar? Dit is de eerste en ik denk dat het ook de eerste is voor Suriname. Eerste drilling voor Suriname. Hoe hebben jullie dat allemaal ervaren? Hoe ging de bevalling? Zij is door middel van keizersnee bevallen. Een geplande keizersnee, ook dan wel. En, dus dat is vlot gegaan. Ja, dus dat moest ze natuurlijk opknappen. Dus vandaar dat wij niet direct die exposure hebben gegeven, maar haar tot rust hebben laten komen. En ook die kinderen. Is er een extra deskundige bijgebracht of was het een normale keizersnee? Dochter Mohan van ons heeft de keizersnee gedaan met het team. Er zijn geen extra mensen erbij geweest. Alleen de kinderartsen zijn erbij geweest om de kindertjes op te vangen. En, maar het is zoals elke normale keizersnede aan toe gegaan. Vrij vlot, ik stond er ook zelf bij. Ik dacht binnen 5 minuten waren ze alle drie al eruit. De drieling mocht tot vandaag aansterken op de cuveuse afdeling omdat ze bij de geboorte te klein waren, zegt Holband verder. Ze zijn een beetje klein dan het normaal, maar dat is natuurlijk logisch, want ze zijn 3 in een buik. De jongste, één van ze woog 1800 gram, 2200 gram, zijn kindertjes die extra aandacht nodig hebben van de verpleging. Dus dan zetten ze even apart, zodat zij die extra zorg kunnen krijgen. Normaliter krijgen tweelingen en drielingen aandacht van het ministerie van Sociale Zaken. Is dat ook het geval vandaag? Ik weet van de drielingen, want die zijn zeldzaam. Het ministerie heeft afgemeld voor vandaag, maar ze hebben wel beloofd dat ze contact zullen maken met de ouders. Tot zover verpleegkundig directeur van het 's Lands Hospitaal, Suze Holband, over Surinames eerste drieling voor dit jaar. De drieling heeft een zus van 4.